Bonjour, Mezilev. Dag, mijn leerlingen. Wat gaan wij deze week doen? Wel, we maken les 16 en daarna gaan we les 15 verbeteren. Waarover gaat les 16? Over prenten? Nee. Elke prent komt overeen met een maand. Welke maand? Bekijk het aandachtig. Je vindt hier en daar wel tips. Kijk naar de kledij. Kijk naar het weer. Kijk naar de extraatjes, bijvoorbeeld een vis met een eendje daarop. Kijk wat er allemaal getekend staan. Het weer, de kledij, wat er weg wordt gegooid, van waar ze komen. Kijk naar de mensen die erop staan. En welke maand is nu aan die prent gekoppeld? Wel, het gaat over c'est quand ton anniversaire. Wanneer is jouw verjaardag? De stickertjes die we zojuist gezien hebben, gaan we kleven op dit blad. Stickers vind je ook in je cursus. Indien niet, ik heb ze er nog eens bij geplaatst. Hier zijn ze. Dus, de stickers kleven we op de juiste plaats. Lees aandachtig wat hier in het gele blokje staat. En dan gaan we verder. Jullie gaan een CD 2 track 17 moeten raadplegen. Je gaat 3 keer beluisteren en nazeggen wat er staat en wat je hoort. Een volgende oefening heb je weer een luisteroefening. CD 2, track 18. Wanneer is Aisha jarig? Noteer het hierin. In het Frans. Het volgende blad gaan we aandachtig lezen. En dan het laatste blad. Daar ga je een datum moeten invullen. Kijk weer goed naar de tekening. Ja, kijk heel goed naar de Franse woorden, want die lijken ook wel op onze Nederlandse woorden. De blaak wil zeggen, staat erop, grapjes. Oké, dit is alles wat je moet doen voor deze week. Denk eraan, ons contactmoment is op vrijdag van 11 tot 12 uur. Succes en vergeet niet, als je gedaan hebt, stuur je leerkracht een bericht dat je het af hebt gemaakt. Dag!